Welkom bij Sampa NFT. Vandaag een nieuwe video. Vandaag de top 10 rewards van het weekend. En ja, het zijn 10 niet helemaal verschillende namen. Eentje zit twee keer erin en dat is gelijk de nummer 10 en nummer 9. En dan gaan we maar gelijk beginnen. Dan gaan we naar leaderboards, following only. En dan gaan we als eerste naar de All-Star. En de All-Star is Cas Janssen. Die heeft 380 punten gehaald met dit team. Paintsail, Teddy, Sasaki natuurlijk, Zidane en Joey Veerman. Prima score natuurlijk. Jammer dat Zidane een beetje slecht heeft gescoord. Maar voor de rest, ja, op zich redelijke scores. Paintsail natuurlijk geen assist of goal gemaakt. Maar wel mooi. Dan gaan we even kijken wat hij heeft gewonnen. En dan gaan we naar Cas Janssen. Dan gaan we naar Transactions. En dan hebben wij, even kijken, dat is deze, Matteo Maric. €2,48 is hij van Lokomotiv Zagreb. We gaan even kijken bij zijn scores. Wow. Dit is wel een hele interessante speler voor de threshold, moet ik zeggen. Met ook wel een paar uitschieters. Ja, hij is, even kijken, in zijn laatste 15, 53. Dat is echt wel een mooie. Hij kwam ook omdat hij een score van 20 keer heeft gehaald tegen een moeilijke wedstrijd tegen Hajduk Split. Maar inderdaad, een zeer interessant speler voor die prijs ook. Dan gaan we naar de nummer 9. En dat is ook Cas Janssen in de Challenge Europe. En daar is hij 310 geworden met 384 punten. En dat hij dit team, Lars Unestal, Daniel Munoz, Osama Tanane, Tom Haaien en Gijs Smal. Prima scores. Tom Haaien 66. Daniel Munoz, ja, die had dan 60. Die had voor mij ook een goal tegengekregen. Captain gemaakt. Ik adviseer jullie altijd, jongens, maak je verdediger nooit captain. Ga altijd gewoon voor een middenvelder of aanvaller die gewoon kan scoren. Het liefst middenvelder. En ja, je ziet bijvoorbeeld als je Tanane had je gegeven. Maar ik snap het wel, hij moest tegen PSV. Maar bijvoorbeeld Tom Haaien of zo, ja, die scoren al wat hoger dan een verdediger meestal. En dan gaan we even kijken wat Cas Janssen heeft gewonnen. En dat is Idrissa Gana-Gueye van Everton. €4,52. Zijn scores zijn op zich ook gewoon redelijk. Een best wel leuke speler ook voor de threshold, limited zoals je ziet. En het hoeft allemaal niet zo duur te zijn. Hè. Bijvoorbeeld €2, €4. Je kan een heel leuk threshold team maken met heel weinig geld. Dan gaan we naar de nummer 8. Bij de cap 270 rare en dat is Yusro. En Yusro heeft 356 punten gehaald met Bart Vriend, Stijn van Gassel, El Yacoubi, Tom Haaien en Bobby. En Bobby heeft dan wel heel slecht gescoord met 31 punten. Daar had natuurlijk wel wat beter gekund. En dan gaan we even kijken wat Yusro heeft gewonnen voor rare. Dan gaan we naar Yusro Transactions. En dan zien wij dat hij Manuel Pritol heeft gewonnen. Die is €5,05 waard. Niet heel veel. Zou ook niet hele goede scores halen, denk ik. Nee, heel slecht zelfs. Dat is een speler waar je niet al te blij van wordt. Dan gaan we naar de volgende. En de volgende is in de Limited. In de cap 240. En daar heeft TJM 1012 228 gewonnen met 342 punten. Fasen op goal. Gary, Taylor, Ferran Jutkla en Luc de Jong met 96 punten. Luc de Jong een keer een hele goede score gehaald natuurlijk. En dan gaan we even kijken wat hij heeft gehaald. Of wat hij heeft gehaald natuurlijk, moet ik zeggen. En dat is Juranovic van Union Berlin. En die is €7,65 waard. En we gaan even kijken bij zijn scores. En zijn scores, oké, okay, ja, hij speelt heel vaak ook niet. Wat de reden daarvan is, weet ik niet. Bijvoorbeeld hier hele slechte scores. Dat was in het land. Maar hij heeft ook wel heel veel goede uitschieters. Op zich wel een apart speler. Een beetje rare scores. Eén keer heel laag, de andere keer weer heel hoog. Dan gaan we door naar de volgende. En dat is Lucasje. En die heeft in de All-Star divisie een tier 3 gewonnen. Moet even kijken waar die is, dat de All-Star. En die is 390 punten. En hij is 588 geworden. Rulli op goal. Emmanuel, Tom Haaien, Tanane en Mats Seuntjes. Geweldig score natuurlijk. En dan gaan we even kijken wat hij heeft neergezet. En dan gaan we naar Lucasje Transactions. En dan zien we hier staan Trevor Carson. En die is €9,37 waard. Hij is van St. Mirren. En hij is een goalkeeper. Die speelt. Altijd basis. En ja, hij is heel goedkoop. €9. Dan gaan we door naar de volgende. En de volgende staat op nummer 5. En dat is in de cap 270. En dat is FC Den Haag met 404 punten. Bijna 405. Met Lars Unestal, Gijs Smal, Mats Seuntjes, Ricky van Wolfsunkel. Helaas slecht gescoord.
en Damon Olivier. En die had op zich een hele zieke score. En dan gaan we even kijken wat FC Den Haag heeft gewonnen. En dat is bij Transactions zien wij hier Rafael Sallinger van Hartberg. En die is €11,30 waard. Best wel veel. Zijn score is ja, op zich een mooie threshold natuurlijk. De laatste 4 wedstrijden hier was iets minder. Hij speelt niet heel vaak om te zeggen van oké, echt een hele goede speler. Maar hij is wel €11,30 waard. Oh, het is een goalkeeper zie ik nu. Op zich een interessante goalkeeper voor €11,30 om de threshold mee te halen. Dan gaan we door naar de volgende. En de volgende is Lars VB 2003. En die heeft in de Challenge Europe. Heeft hij een tier 3 gewonnen. Hij is 131 geworden met 405 punten. Gijsmal, Otavio, Taremi, Vertongen en Unistal. Ja, dit is gewoon, het zijn gewoon spelers met ja, kwaliteit en naam. Waar je gewoon wel kan van verwachten dat jij een reward moet gaan winnen. En dan gaan we even kijken bij Lars VB 2003. En dan zien wij dat hij Chiquinho heeft gewonnen van Benfica. €11,87. En ja, geweldig scores de laatste 2 wedstrijden zoals je ziet hier. En hij staat ook in de basis. Ik volg Benfica wat minder, want ik ken hem helemaal niet van de basis. Ik heb natuurlijk geen João Mário meer. Rafa Silva heb ik niet meer. Ik heb alleen Otamendi, maar ja, dan kijk ik echt naar een verdediger optie. Ik ga niet naar Benfica kijken omdat een verdediger daar speelt. Dat meestal als je een voetbalwedstrijd kijkt, kijk je naar de aanvallers en middenvelders. En je ziet, ja, toen toen speelde hij bijna helemaal niet. Dus hij heeft zich goed ontwikkeld. Goeie speler, €11,87. Dan gaan we door naar de volgende. En dat is Tau 10. En Tau 10 heeft in de cap 2-2-0 rare een reward gewonnen. En hij is 391 geworden met 284 punten. En toch een reward gewonnen. En dat is Rico Benatelli, Koffi Schuels, Stijn van Gassel, Jens Torstra en Silvio. En dan gaan we even kijken wat hij heeft gewonnen. Gaan we naar Tau 10. Gaan we naar Transactions. En dan zien wij dat hij Christian Montano heeft gewonnen van €13,28 van Livingston. En zijn scores, ja, dat ziet er echt niet uit. Heel matig. Ik denk ook niet dat je hem zo houden. Je kan hem niet echt ergens voor gebruiken. Misschien voor de cap 2-2-0. Maar ja, ze zijn gewoon te lage scores. Dan gaan we door naar de volgende. En dat is op nummer 2 in de Limited League. En dat was in de French League. Pro. En daar is Gilles van Dijk 23 geworden met 383 punten. Dit was zijn team. Laborde, Maripan, Marquinhos, Anthony Lopez en Golovin. En dan gaan we even kijken wat Gilles van Dijk heeft gewonnen. En dan zien wij hier zijn reward staan. En dat is Maxime Dupe. €20,49. Mooie reward. 30 jaar van Toulouse. Is de goalkeeper. En dan gaan we even kijken. Ja, zijn score is op zich wel redelijk. Hier was hij wel heel veel prima scores moet ik zeggen. Laatste tijd is het wat minder. En dan gaan we naar de laatste. En dat is Jurre. En die heeft in de Bundesliga. Semi-pro. Is hij 60 geworden met 411 punten. En dat is nou natuurlijk heel knap. Philips Max, Marvin, Weerts, Kimmich en Randall Kolomouani. En dan gaan we even kijken wat hij heeft gewonnen. Gaan we naar Jurre, Transactions. En dan zien wij dat hij Olivier Bouwman heeft gewonnen. €21,78. En dat maakt de nummer 1. En dit zijn zijn scores. Vind je deze video leuk? Laat een like achter. En dan zie ik je bij de volgende video. Laat eens.